Neem plaats. Ga lekker zitten. Dankjewel. Goedenavond, welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Ik weet niet of je het al gezien had, maar vanmorgen is Giro 555 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten. En ik dacht, het Midden-Oosten? Dat is een beetje vaag. Dus ik meteen naar de website van Giro 555. Nou, het werd niet heel veel duidelijker, want kijk, ze hebben gewoon een hele grote gele cirkel neergekwakt. Wat een ding is dat, joh. Nou, het is dan die 555-actie voor dit hele gebied. Dat leek me gek, maar ik heb voor de zekerheid toch die cirkel zelf even over Google Maps heen gelegd. Nou, hier, kijk. Wauw! Heel Saoedi-Arabië zit erbij, Azerbeidzjan, Georgië. En die lichtgele buitenkring die gaat van Kiev tot Kenia en van India tot Italië. Hoeveel geld moeten we ophalen? Kijk, zelfs de hak van de laars van Italië valt er binnen. Dus daar zitten ze nu van, hou ons even buiten dat conflict, waarvan cool op. Maar goed, lekker vaag dus, maar gelukkig zag ik dit. Het geld is bedoeld voor mensen die dringend hulp nodig hebben in Libanon, Gaza, de westelijke Jordaan-oever, Israël en Syrië. Oké, maar ik zie aankomen dat ook dit tot enige verwarring gaat leiden. Laten we even kijken op Twitter dan. Eerste reactie, geen cent naar Israël. Tweede reactie, ik ga Hamas en Hezbollah niet financieren. Derde reactie, kijk op mijn profiel voor hete foto's. Ja, oké, zo ken ik je weer, Twitter. Maar goed, ik snap de verwarring wel. Maar dat geld, dat gaat naar allemaal hulporganisaties. Zoals UNICEF en het Rode Kruis. Voor bijvoorbeeld drinkwater, wc's, medische zorg en toiletspullen. Dus zelfs als die tandenborstels en wc-rollen in verkeerde handen vallen, dan kan niemand daar wapens van maken. Ja, de E-team. Die konden dat, toch? Weet je wel? Maar verder niemand. Je ziet dit toch helemaal voor je, toch? Zo jammer dat die gasten niet meer op tv zijn. Maar goed, woensdag is de landelijke Giro 555-actie op radio en tv. En ik wens het belpanel wel veel succes. Want normaal is het natuurlijk alleen Giro 555, dank voor uw donatie. Maar nu is het Giro 555... Wat? Nee, ik ben geen Zionistenhond. Nee, ik ben ook geen Hamas-terrorist. Nee, sorry mevrouw. Nee, ik weet niet precies wat er is afgesproken na de tweede intifada. Nee, maar naast me zit Beatrice de Graaf. Ik ga u even doorgeven. Beatrice, voor jou, alsjeblieft. Maar goed, nogmaals, het gaat dus om hulpgoederen voor mensen die het nodig hebben. Dus geef gul. Het nummer is, in willekeurige volgorde, 555. Wisten jullie dat? Voor een gevarieerd mediadieet is het van belang dat je minstens 30 minuten per dag NPO Start kijkt. Doe het nu.